Afgelopen 8 maart overleed Dim van Rhee na een ernstige ziekte. Hij is 74 jaar geworden. Voor zijn niet-aflatende inzet voor de Harderwijkse samenleving ontving hij vorig jaar september de prestigieuze erepenning van de gemeente Harderwijk. Lisa Dirksen van Harderwijkse Zaken vroeg hem om een reactie. Hoe voelt het om Ereburger van Harderwijk te zijn? Ja, het is nu een paar dagen geleden, maar het blijft even wennen. Maar ik ben er wel apetrots op. Wat ik zelf heel belangrijk vind bijvoorbeeld, van de dingen die ik gedaan heb, vind ik heel belangrijk wat de mensen noemen het vliegtuig. Dat is het monument voor de geallieerde vliegtuigbemanningen die in Harderwijk of omgeving in de Tweede Wereldoorlog gesneuveld zijn. En van de dingen die ik nu doe vind ik eigenlijk 2 dingen heel belangrijk. Dat is in de eerste plaats de patiëntenraad van het ziekenhuis waar ik voorzitter van ben. En de viering volgend jaar van 75 jaar bevrijding. Daar zijn we met een heleboel mensen gelukkig aan bezig om daar een prachtige herdenking en een prachtig feest van te maken. Wat is uw gevoel met Harderwijk? Ja, dat is eigenlijk in de loop van de tijd ontstaan. Ik woon hier sinds 1981. Ik ben geboren en getogen Zeeuw. Dus ik herken eigenlijk wel een beetje de mentaliteit van de mensen hier. En ja, ik voel me meer Harderwijker dan Zeeuw inmiddels. Ik vind het altijd leuk om weer even in Zeeland te zijn, maar ik heb geen heimwee als ik wegga. En hier kom ik echt thuis. En ja, ik vind het belangrijk om met mensen dingen te doen die ze aan de stad verbindt. Want ik zeg altijd, als je samen ver wilt komen, moet je met z'n allen dichtbij vertrekken. Want als je meer weet van je stad, meer dingen kunt doen voor je stad, dan voel je je daar ook meer happy en zoals ik wel eens zeg, dan gebeurt er ook minder rottigheid. In 2007 werd hij uitgeroepen tot Harderwijker van het jaar. En in 2001 werd Van Rhee ridder in de orde van Oranje-Nassau. Al deze onderscheidingen kwamen niet uit de lucht vallen. Aan het einde van zijn leven zette Dim van Rhee zich hartstochtelijk in voor zijn stad. Hij was een echte bestuurlijke duizendpoot. Hij kreeg ook veel bekendheid vanwege de presentatie van de Harderwijkse kennisquiz. Ruim 15 jaar presenteerde hij deze quiz in Hotel Baars, waar de radio en later ook de televisie bij aanwezig waren. Natuurlijk is de spanning om te snijden. Welk van de volgende bands komt uit Amerika? De Bluebells, Incognito, Rowanese of Soul Sister? Uit in totaal hoeveel letters bestaat het getal 340 in Romeinse cijfers? A. 3, B. 4, C. 5, B. 6. Van Rhee had een hekel aan het imago van Harderwijk als een slaperig Veluws stadje. Hij deed er alles aan om leven in de brouwerij te brengen. Zo was hij in 1991 initiatiefnemer van de stedenband met Shnomo in Tsjechië. En zonder hem was het monument voor Ebert en Hedder er nooit gekomen. Ook het Harderwijkse podiumspektakel droeg hij een warm hart toe. Hij vond het ook belangrijk om in de lokale politiek mee te denken. Vanaf 1985 tot 2001 was Van Rhee raadslid en fractievoorzitter van D66 Progressief Harderwijk. Tijdens Van Rhee's zijn voorzitterschap kreeg de lokale zender Haker 13 een zendmachtiging. Op dit moment zendt Haker 13 24 uur per dag uit en biedt een platform voor alle Harderwijkers. In de bijna 40 jaar dat Dim van Rhee in Harderwijk woonde, heeft hij zich met volle overtuiging ingezet voor de Harderwijkse gemeenschap. Of het nu via de politiek moest of via de vele door hem opgerichte stichtingen, het lukte hem bijna altijd om mensen in beweging te krijgen en onderlinge banden te versterken. Hij vond het een uitdaging om, zoals hij zelf zei, aan een dood paard te trekken. Ten einde de boel weer op gang te helpen. En wat wordt uw doel voor de komende jaren? Zoveel mogelijk doen voor Harderwijk. En ook in de hoop dat allerlei mensen zich daarbij aansluiten, meedoen, dingen overnemen. Zodat we allemaal heel actief zijn voor onze stad en voor de mensen die er wonen. Voor Harderwijk en Hierden, daar doen we het allemaal voor.